Oké, welkom allemaal. Leuk dat jullie naar mijn verhaal komen luisteren. Het is inderdaad bijna 50 jaar geleden dat de coup gepleegd is door Pinochet en de zijnen. En daarmee kwam een einde aan een links en democratisch gekozen regering van Salvador Allende. Die is 3 jaar aan de macht geweest. En na de coup opende de deur. Dat was eigenlijk het eerste experiment van neoliberalisme. De shockdoctrine, zoals Naomi Klein dat ook beschrijft in haar boek. En ik denk dat, eerlijk gezegd, dat verlies nog steeds doordreunt in Chili vandaag de dag, 50 jaar na dato. Enorm tragische gebeurtenis. Vandaag ga ik natuurlijk veel meer kijken naar wat er dan 50 of 55 jaar geleden gebeurde in Chili. Want er is van alles te zeggen over Boric op dit moment, de huidige president van Chili, of wat breder, zeg maar, als je uitzoomt naar Latijns-Amerika, welke processen daar allemaal gaande zijn. Maar ik focus dus vandaag natuurlijk heel erg op de geschiedenis. Wie was Allende? Onder welke omstandigheden won zijn Unidad Popular de verkiezingen destijds? Het een enorme zege is geweest natuurlijk voor links. En hoe reageerde de gevestigde orde daarop? En misschien wel het meest interessante, hoe reageerde de arbeidersklasse daarop? En ik denk dat dat precies een onderdeel is dat in de algemene geschiedschrijving vaak wordt weggestopt. Maar voordat ik dus inderdaad meer in de geschiedenis duik, denk ik dat het handig is om twee dingen van tevoren eventjes door te spreken. De ligging van het land, de geografische ligging en iets over de onafhankelijkheidsstrijd. Dus eerst over de ligging. Chili is het langste land op aarde. Het ligt in Latijns-Amerika en het is omgeven aan de ene kant door de Andes, een hooggebergte, zeg maar de ruggengraat van het continent, en aan de andere kant de Stille Oceaan. Dus het is 4200 kilometer lang en maar 350 kilometer breed. En je kunt je voorstellen, zeker op het moment dat er nog niet echt veel gebruik wordt gemaakt van vliegtuigverkeer, wat vandaag de dag waarschijnlijk veel meer het geval zal zijn, ben je heel afhankelijk van de weg om dingen te vervoeren. Daar kom ik dus later op terug in mijn inleiding. En het andere ding wat ik van tevoren even als context wil schetsen, is als je het hebt over onafhankelijkheid, dan Azië, Afrikaanse landen, dan gaat het allemaal vaak na de Tweede Wereldoorlog, dat die landen zichzelf bevrijden van kolonisators, met name uit Europa natuurlijk. Maar in Latijns-Amerika is het al veel langer een feit. Chili roept al in 1818 de onafhankelijkheid uit. Dat wordt natuurlijk niet meteen zo op een presenteerblaadje weggegeven. Dus dat duurt een paar aantal tientallen jaren. En vanaf 1844 trekt Spanje zich terug als kolonisator uit Chili. Dan krijg je dus een nieuwe gevestigde orde natuurlijk in zo'n land. En eind 19e eeuw, op het moment dat kolen en later natuurlijk olie interessant worden voor de wereldmarkt, zie je dat Chili de banden heel erg aanhaalt. En dan heb ik het over de bourgeoisie, dan heb ik het over de heersende klasse in marxistische termen natuurlijk. En die halen de banden aan met imperialistische landen zoals Engeland, Duitsland en met name Amerika. Die zijn natuurlijk heel erg geïnteresseerd in die mijnbouw. En tegelijkertijd zie je dat die mijnen zijn natuurlijk een haard van verzet waar allerlei vakbonden ontstaan, die fuseren, die weer splitsen. Nou, daar ga ik allemaal vandaag natuurlijk niet helemaal op in. Maar wel belangrijk is dat de belangrijkste vakbond, die zo'n beetje dan na de Tweede Wereldoorlog, door fusies en splitsingen tot stand komt, is de CUT. Wat ik verder nog wil zeggen over de onafhankelijkheid is dat je moet begrijpen op het moment dat Allende aan de macht komt in 1970, dat de gevestigde orde, de grondwet en allerlei rechterlijke dingen en zoiets, dat al bijna 150 jaar in het zadel zit. Hè. Dus dat is een heel ander uitgangspunt dan strijd in andere landen in het zuiden van de wereld. Oké, gaan we nu beginnen aan de geschiedenis, kijken naar hoe dat is gegaan destijds. Eind jaren 60 was er een wat rechtsere president, vrij,
aan de macht. En onder zijn bewind, er was heel veel onvrede, er was behoorlijk wat inflatie. En het aantal stakingen nam dus gestaag toe. En op die golf van arbeidersverzet wordt Salvador Allende dan in 1970 gekozen. En dan wordt hij dus president in het Palacio de la Moneda. En hij is president namens de Unidad Popular. Soms zie ik dat vertaald als volkseenheid en soms als volksfront in de diverse Nederlandse geschriften. Volkseenheid is een betere vertaling, maar ik zal misschien een beetje... Nee, ik hou gewoon Unidad Popular aan, want het is makkelijker voor de discussie hier natuurlijk. Want je zou met de Volksfront ook iets anders kunnen bedenken. Die Unidad Popular bestaat uit 6 partijen. Het is een soort van coalitie, waarvan de Communistische Partij en de Socialistische Partij de belangrijkste zijn. En Allende is zelf dan onderdeel van de Socialistische Partij. Mensen omschrijven hem als een heel eerlijke president. En het volk ziet hem echt heel erg als hun president. Dat is heel belangrijk om dat ook in het achterhoofd te houden voor wat er dan zich gaat ontwikkelen. Begin jaren 70 wonen er 9 miljoen mensen in Chili. Dat is niet zo heel veel in het hele langgerekte land. 1/3 daarvan is arbeider, wat best wel een aantal is, denk ik. Koper is op dat moment het grootste exportproduct. En 70% van die kopermijnen zijn in de handen van buitenlandse ondernemingen. Nou, Allende gelooft zelf heel erg in la via chilena al socialismo, oftewel de Chileense weg naar het socialisme. En ik zal betogen dat dat eigenlijk een beetje binnen de lijntjes kleuren is. Dat je binnen de machtsverhoudingen van het huidige systeem, van de Chileense maatschappij destijds natuurlijk, binnen dat systeem probeert hij veranderingen te werk te stellen. En ik zal dus betogen dat dat klassiek reformistische keuzes zijn en die brengen nogal wat beperkingen met zich mee. Nou, in het eerste jaar, anderhalf jaar, is het, Allende komt gewoon verkiezingsbeloften na. Hij nationaliseert een aantal bedrijven, best wel wat eigenlijk, 90 fabrieken worden onteigend, worden genationaliseerd dus. Dat zijn met name buitenlandse fabrieken, hè, dus de Chileense fabrieken die blijven in handen van de bourgeoisie. 1000 landonteigeningen worden bewerkstelligd. En wat ook belangrijk is om te vermelden is dat de werkloosheid daalt. En dat er zijn cijfers bekend van 38% tot zelfs 120% loonsverhogingen voor werkende mensen. Allende komt zijn verkiezingsbelofte na. En aan de andere kant, en dat wordt pas veel later bekend, heeft hij een statuut van garanties ondertekend. En dat komt omdat hij eigenlijk niet een absolute meerderheid behaalt met de Unidad Popular. Dus hij is afhankelijk in het parlement van de steun, de stem zeg maar, van een aantal christelijke partijen. En daarom dat het dan blijkbaar een proces in het Chileense parlement, dan heb je zo'n statuut van garanties. Maar wat dat dus letterlijk inhoudt, is dat hij belooft, en dan zet hij een handtekening onder, hij belooft geen inmenging te hebben, en niet de rol van de kerk ter discussie te stellen, niet het onderwijs totaal op de schop te gaan gooien, of de rol van het leger aan te tasten. Die nationalisaties houden trouwens wel in dat grootgrondbezitters en fabriekseigenaren gecompenseerd worden. Dus het hele idee van het aanvallen van het of het aantasten van het eigendomsprincipe is hier niet aan de hand. Dus met het statuut aan de ene kant en inderdaad die nationalisaties die niet heel vervelend uitpakken voor de fabriekseigenaren, voor de kapitalisten, krijgt eigenlijk de heersende klasse het signaal van je hoeft niet zo heel veel te vrezen van Allende. Maar natuurlijk is de bourgeoisie niet enthousiast over een linkse president die zichzelf ook nog marxist noemt. En je ziet dus in die eerste periode is de bourgeoisie in de war op zoek van, goh, hoe kunnen we hier
ja, toch zorgen dat het weer naar onze hand wordt gezet. Dat doet niet alleen de Chileense bourgeoisie, dat doet ook Amerika. President Nixon is op dat moment aan de macht en die heeft voortdurend telefoontjes met Henry Kissinger, de man die de architect is van de Vietnamoorlog. En die zoeken van meet af aan, eigenlijk al voor de verkiezingen, naar manieren om te voorkomen dat Allende aan de macht komt. En dan natuurlijk als hij aan de macht is, dat hij, hoe krijgen we hem zo snel mogelijk weg? Want we hebben geen zin in nog een Cuba. En de voorganger van Allende, Frei, die heeft behoorlijk wat schulden gemaakt. En het is natuurlijk in het Amerikaanse belang, van de eerste klasse dan natuurlijk, niet van alle Amerikanen, om die schulden terug te krijgen. Het presidentschap van Allende is niet in overeenstemming met het Amerikaanse bedrijfsbelangen. Tussen 1970 en de coup, 3 jaar later, spendeert Amerika, de CIA, et cetera, $8 miljoen om manieren te vinden om van Allende af te komen. Er zijn een aantal van die plannen, er zijn wat denktanks die daar zich op toeleggen. Er wordt een generaal in Chili gekidnapt als een soort van Schneider heet de man, om te kijken of dat een beetje lukt. En er zijn echt wel bewijzen dat achter de coup van 1973 de CIA achter de schermen wel betrokken was. Nou, terug naar Chili zelf. In dat proces van dat veel arbeiders hogere lonen hebben, omdat die lonen dus sterk verhoogd zijn, ontstaat natuurlijk ook een situatie van hogere koopkracht. En dat betekent dus dat er natuurlijk ook meer goederen geproduceerd moeten worden. En dat is dan waar de bourgeoisie denkt van, oké, we gaan hier eens proberen om lastig te gaan zijn. We gaan zorgen dat de aanlevering van grondstoffen wat lastiger gaat. En ze doen een poging tot het creëren van schaarste. En de vraag voor de bourgeoisie is op dat moment heel erg van, oké, in hoeverre, want ze snappen zelf ook wel dat dat niet de manier is om van Allende af te komen, maar het is testing the waters, van hoe ver kunnen ze gaan om te zien van in hoeverre heeft Allende hoeveel populariteit geniet hij nou onder zijn kiezers, onder de arbeidersklasse. En het creëren van schaarste lukt ten dele, maar de bourgeoisie ziet dat ze dus inderdaad, dit is nog niet het moment om zwaar in te gaan zetten. Dat gaat zo een aantal maanden verder. En dan zie je ook in de Unidad Popular een discussie ontstaan. En de Socialistische Partij en de Communistische Partij zijn wat meer aan de rechterkant. Je hebt Mir en Mapu, daar ga ik niet te veel op in, maar dat zijn wat kleinere groepen die wat meer geworteld zijn in sloppenwijken en wat meer geleerd zijn aan studenten. Je ziet dat er een discussie ontstaat in die Unidad Popular over avanzar o consolidar. En dat vertaalt zich, als je een beetje Engels kan, dan kan je dat misschien ook al wel volgen, van to consolidate, om te bestendigen, zeg maar. Wat we aan het doen zijn als Unidad Popular, we zijn op de goede weg en dit gaan we zo voortzetten. Of moeten we nog een standje erbij zetten, avanzar to advance. Moeten we niet wat harder eraan gaan trekken. Daar hebben ze een conferentie over in El Arayan in februari 1972. En de uitkomst daarvan is dat consolidar, oftewel zoals we bezig zijn, is gewoon oké, dat is dan eigenlijk de overwin of de toon die gezet wordt. En ook heel erg sterk van, er is geen andere weg dan verandering teweeg brengen via de Unidad Popular. Het is een hele interessante discussie, maar het is wel heel jammer dat die discussie heel erg binnen kaders blijft, zeg maar, binnen de partij zelf en niet breder in de maatschappij. Want die arbeidersklasse zit niet stil. En je hebt daar op basis van de strijd van wel eer een arbeidersklasse die heel bewust is en zelf wel wil advancen, zelf wel wil doorgaan. Ik ga, want er zijn ontzettend veel dingen dan gebeurd, tussen zeg maar mei 1972 en anderhalf jaar later als de coup plaatsvindt. Ik ga er 1 of 2 momenten uitlichten, omdat ik denk dat dat de belangrijkste momenten zijn om goed te begrijpen wat daar gebeurde in Chili. Dus
op 2 uur rijden van de hoofdstad Santiago, en dat is ongeveer in het midden van het land, is er in juni 1972 een rechtse rechter die helemaal niet enthousiast is over het onteigenen. Dat is het andere project wat dan heel erg gebeurt, dat allerlei haciendas worden onteigend en dat grootgrondbezitters weg moeten. Olate heet die rechter en die wil dus niet meegaan daarin. En dan zijn er allerlei boeren die zeggen van, nou, dat is niet oké. Die gaan demonstraties houden, die gaan zelfs snelwegen bezetten. En tegelijkertijd is er in een fabriek Cerrillos een staking gaande. En dan is een soort van fusie dat die mensen zien van, hè, jullie strijd is onze strijd. En in dat proces wordt de eerste cordon industrial geboren. En zo'n cordon is wat wij eigenlijk een beetje noemen een arbeidersraad. En dat echt vanuit onderop in de fabriek mensen samenkomen om besluiten te nemen. Zij schrijven een declaration. Declaratie vind ik een beetje een rare vertaling, maar je begrijpt wat ik bedoel. Verklaring, dat is een mooi Nederlands woord inderdaad. Waarin echt die mensen zeggen van, we willen echt dat deze fabriek onder controle komt van, dat is die productiemiddelen onder controle van de arbeiders komen. Dat is echt een beetje wat je ook in 1905 en 1917 zag natuurlijk in Rusland, wat we kennen als, met het, onder het woord Sovjet. Nou, hier wordt het eerste zaadje geplant van hoe arbeiders zichzelf onafhankelijk beginnen te organiseren. En daarin zie je steeds ook steeds meer de tegenstellingen ontstaan tussen het project waar de Unidad Popular mee bezig is en waar delen, ik zeg niet alle arbeiders, maar delen van de meest bewuste arbeiders mee bezig gaan. Dan een aantal maanden later in een sloppenwijk wordt aangevallen door rechtse troepen, de Patria Libertad. En dat is echt een soort van eerste spieroefening vanuit de bourgeoisie van oké, hoe ver kunnen we gaan om toch dit te proberen in te dammen. En dan merken ze inderdaad dat die Unidad Popular heel erg nog steeds de hegemonie heeft en heel erg diep geworteld zit in die arbeidersklasse. En het nare is dat Allende dan in dit proces wat gaat volgen steeds eigenlijk de kant kiest van de bourgeoisie. Dat die ofwel de politie ofwel het leger gaat inzetten om brandhaarden, stakingen of acties in sloppenwijken om die in de hand te houden. Letterlijk een citaat van Allende is als hij zegt van ja, als jij niet doet wat de Unidad Popular voorschrijft, dan ben je een contra-revolutionair. Dus mensen waarvan wij zeggen van ze waren het meest vooruitstrevend, zegt van je bent zelfs contra-revolutionair. Onze boodschap vanuit de Unidad Popular is heel erg van, wij zijn de enigen die veranderingen teweeg gaan brengen. Ik sla een aantal van dit soort processen over, maar er zijn die hele, voor ons is dat de zomer, voor hen is dat natuurlijk de winter, juni, juli, augustus, zijn er heel veel van dat soort schermutselingen. En dat is voor de bourgeoisie aanleiding om toch wat zwaarder of behoorlijk stevig in te gaan zetten. Het is een minutieus geplande aanval in oktober 1972. En ik heb iets gezegd over de ligging van het land en hoe transport dan natuurlijk bewerkstelligd wordt in Chili. Dan is er een basisstaking vanuit de vrachtwagensector. Dus het zijn niet de vrachtwagenchauffeurs zelf per se die staken, maar de mensen die hogerop in de organisatie zitten. En deze staking komt niet uit de lucht vallen, want die is echt goed gepland. En onder andere met Patria Libertad als knokploegen om her en der in te grijpen, zeg maar. Je kunt je voorstellen dat als goederen, onder andere ook voedsel, gewoon niet meer wordt geleverd, dat er chaos ontstaat, dat er tekorten zijn in de supermarkten. En dan, die cordon waar ik het net over had, dan zie je daar een soort van, ik heb multiplication of zo in mijn hoofd, maar dat breidt zich enorm uit. Die cordonnetwerken breiden zich heel erg uit, waarin je ziet dat mensen in sloppenwijken of andere wijken die supermarkten gaan proberen open te houden.
En het grappige is dat eigenlijk gaan arbeiders de economie verdedigen as usual. Zeg maar. Juist het openhouden van de economie, die economie draaiende te houden, dat is dan de manier om die basisstaking te proberen tegen te gaan. Ik had al gezegd dat Allende in hun winter zeg maar, steeds ook het leger afstuurt op als er ergens een staking is of als er ergens een demonstratie is. Maar dat doet hij dan niet als die vrachtwagenstaking plaatsvindt. Hier leert de bourgeoisie natuurlijk ook uit van het leger. Zij snappen heel goed wat de rol is van een leger in de maatschappij. En Allende toont keer op keer aan dat hij dat dus eigenlijk niet zo goed begrijpt. Ik wil even een paar quotes. Ik hoop dat ik droog hou en ik krijg altijd zelf ontzettende kippenvel van als je citaten leest van arbeiders die zelf dus inderdaad fabrieken bezetten of dus cordones zijn in de fabrieken en communales is meer als je zeg maar in de wijk samenkomt om supermarkten open te houden of voedsel te verdelen of wat er maar nodig is daar. Hier is een arbeider van een verpakkingsfabriek Alusa verpakkingsfabriek die zegt, je kon echt zien dat mensen met ontzettend veel plezier nu naar het werk gingen. En het is eigenlijk een citaat in het Engels. Ik ga het in het Engels zeggen, dat is wat makkelijker. I think we've realized that in these last few days that what we're defending is something more than a plate of beans. En dan in een schoenenfabriek, Bata is het merk, zeggen ze van ja, we hebben self-defense committees gemaakt, ook om die aanvallen van Patria Libertad bijvoorbeeld, of van het leger tegen te gaan. Ze zijn dus tegen de basisstaking en ze zeggen van we gaan geen centimeter toegeven, genoeg is genoeg. Ze zien heel goed wat ze aan het, ze zijn heel bewust van wat ze aan het verdedigen zijn. En dan in een cementfabriek, Ready Mix, zegt een arbeider van we've learned more in these few days than in all the previous 2 years. En dat is gewoon, dat is gewoon een klassiek voorbeeld van hoe soms in een aantal dagen tijd mensen zoveel veel stappen verder komen en bewuster worden van welk systeem leven we eigenlijk in. En ik wil nog een citaat voorlezen van een kameraad van ons. Hij woont nu in Londen, maar hij was natuurlijk hij woonde in Chili destijds. Die betrokken was bij zo'n commando comunal, dus zo'n wijkcomité. En hij zegt van, het was een ongelooflijke ervaring. Als je betrokken bent bij een revolutie, leer je heel snel. Mensen begonnen zich te realiseren dat ze controle namen over hun eigen toekomst. En we konden veel beter orde houden in de wijk, omdat alles democratisch besloten wordt. En dat is een van die mooie uitkomsten, dat mensen erachter komen van, we hebben geen tussenpersonen nodig. We hebben geen mensen nodig achter een bureau die gaan zitten berekenen hoeveel de winst is. Die tussenpersonen verdwijnen en daardoor gaan eigenlijk heel veel processen in zo'n economie veel soepeler. Ik moet even een papiertje zoeken waar ik nou mee verder ga. Ja, hier. De arbeiders, of delen van de arbeidersklasse moet ik zeggen, verdedigen wat ze hebben bevochten. En dat ze dus die economie draaiende houden ten opzichte van die basisstaking. En dan komt minister Mias komt met het Mias-plan. En hij zegt van nee, dit kan allemaal niet. En het nare is, deze man is zelf van de communistische partij. Hij zegt, jullie moeten 123 fabrieken gaan teruggeven aan de oorspronkelijke, ik heb het gezien, aan de oorspronkelijke eigenaren. De arbeidersklasse is hier echt woest over. Maar wat je ziet is dat op allerlei verschillende mensen dus al in opstand zijn of nog verder in opstand komen. Maar er is een ontzettende verwarring, omdat aan de ene kant mensen echt nog, Allende is een grote held. En tegelijkertijd is er geen club, geen organisatie die zegt van oké, dit zou de stap voorwaarts kunnen zijn om
de strijd op te kunnen voeren of misschien zelfs te gaan winnen. En dezelfde Mario Nien die legt dat heel goed uit. Wat een soort van dubbel gevoel dat was onder de bevolking. Van, mensen zijn heel erg loyaal naar Allende toe, maar tegelijkertijd die klassenstrijd ontwikkelt zich. En het bewustzijn ontwikkelt zich en dat heeft leiding nodig. En Allende en minister Mias, die zijn helemaal niet in staat of die kiezen ervoor om dat helemaal niet te gaan, te gaan leiden. Dus eigenlijk zie je dat de Unidad Popular was banger voor de opstand van de arbeidersklasse dan voor de staking van de bazen. Er wordt geen leger afgestuurd op de staking van de bazen daar. En in het hele proces, en ik zie dat ik al een beetje richting afronding moet, zie je dat Allende ook keuzes maakt zoals het toelaten van generaals in zijn regering. Dat is al wat later in het proces, vlak voor dat de coup gepleegd wordt. Wat wij nu natuurlijk weten, maar dat, dat toen nog niet helemaal helder was. Maar het punt is dat er was dus niet echt een organisatie die dus die lessen kon centraliseren van arbeiders in dat hele langgerekte land en dat kon, kon coördineren. Dus er was niet echt een politieke leiding. Dan is er ook nog een staking in de mijnsector in El Teniente, wat de grootste kopermijn is in ieder geval in Chili. Dat gaat over de cost of living. En omdat er ook niet zo'n organisatie is die daar lessen van trekt en ook die communicatie faciliteert, krijgen de stakende arbeiders, of de arbeiders die in opstand zijn, de informatie via rechtse media. En dat is dus die staking in El Teniente had doorslaggevend kunnen zijn, denk ik, in het voortgaan van, van het hele proces wat ik net beschrijf. Maar omdat ze dus geografisch en politiek geïsoleerd zijn, hebben heel veel arbeiders niet door dat dat een belangrijke staking is. Want die staking, dat zijn dus, dat is een van de meest goed georganiseerde sectoren van wel eer. Wat ik al eerder zei, vanaf de 19e eeuw is in die mijnbouw met name dat arbeiders al vaker in staking zijn gegaan. Dus Allende maakt steeds typisch reformistische keuzes. Hij zet zelfs het leger in, nodigt generaals uit in zijn, regering. En daarmee wordt eigenlijk een beetje de deur opengezet tot de final blow. Op 11 september 1973 wordt er een coup gepleegd. En in de nadagen, de jaren daarop, worden 30.000 mensen gemarteld, vermoord, in vliegtuigen geladen en op zee naar beneden geflikkerd. In dit boek is echt kippenvel om dat te lezen, hoe mensen in die in gevangenissen worden geterroriseerd. Dit zijn natuurlijk de verhalen van mensen die dit overleven. En er zijn verschrikkelijk veel mensen natuurlijk omgekomen. Dus een hele generatie van linkse mensen met die geschiedenis, met die ervaring, die er niet meer is. En de laatste zin is, kijk, als je er niet in staat bent om zo'n vooruitgestreefd, als de arbeidersklasse zo vooruit aan het ik krijg het woord niet goed uitgesproken. Nee, dat is niet het woord dat ik zoek, maar dat maakt niet uit. Zo bewust is en zoveel stappen vooruit zet. En er is niet een organisatie die daar bewust en gecentraliseerd leiding aan geeft. Dan is de heersende klasse op een gegeven moment in staat om terug te slaan. En keihard terug te slaan. Dus tot zover.